Nou, welkom. Mijn naam is Junien Hanenberg. Ik ga vandaag iets ontzettend lekkers voor jullie maken. Het is gebaseerd op een oud Surinaams recept. Pindasoep, recept van mijn moeder. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, ik gebruik een combinatie van macadamianoten en cashewnoten. Ik ga dat straks op smaak brengen met deze kruiden. Wat chili, wat komijnenpoeder, wat gemberpoeder, Laos koriander en wat zwarte eierzaadjes. Die zien er zo uit. En ik heb uit mijn tuin wat verse tijm. Nou, vervolgens ook eens wat tamarinde, wat kookroom, knoflook en soja. Ik doe de noten eerst wat roosteren in een pan. Nou, dat duurt denk 2 à 3 minuten. Blijf er iedere keer wel bij staan en roer de noten om, anders krijg je een onevenwichtige roostering, zeg maar. Nou, en nu zijn ze allemaal ongeveer gelijk geroosterd. Nou, ik zet alles op een bord, laat het nog even lekker afkoelen voordat ik het in de blender doe. En het afkoelen, nou ja, je kan het ook eventjes in de koelkast doen, is niet nodig. Ik laat het even 4-5 minuutjes afkoelen en daarna gaan we door in de blender. Nou, de noten zet ik in de blender. Ik doe er een heel klein beetje water in erbij. Ja. Ook een beetje arachideolie. Zet hem. 1 lepel. Nou, wat water, zodat het beter meet allemaal. Perfect. En als laatste gooi ik de verse tijm erbij. Ik denk ook 2 theelepels. En dit laat ik gewoon lekker eventjes blenden. Lekker klaar met blenden. Ik doe hier alles lekker in de pan. Nou, je ziet, het is lekker wat dik stroperig en ik kan er wat water bij doen. Want het mag niet al te dik zijn. Perfect. En dit ga ik nu op smaak brengen, ja, met deze kruiden. En wat zijn deze kruiden? Koriander, komijn, gember, Laos en een puntje chili, niet al te veel. Voor de smaak nog een heel klein beetje knoflook, echt een puntje van een theelepel. En vervolgens ook nog wat zoute soja. En een heel klein beetje tamarinde, dat geeft het zuurtje aan deze soepshot. Nou, en dit laat ik eventjes lekker doorkoken, zodat alle smaken lekker door elkaar heen gaan. Nou, terwijl mijn pindasoep aan het koken is, of soepshot, want ik ga er een amuse van maken, ga ik eventjes wat room opkloppen. En dit is om ervoor te zorgen, ik maak het lekker wat luchtiger, zodat het op de pindasoep drijft. Nou, in Suriname maken we pindasoep altijd gewoon met pindakaas. Alleen in pindakaas zitten heel veel andere ingrediënten, heel veel suiker en dat soort dingen. Dat vind ik zelf niet zo lekker. Dus ik gebruik mijn eigen noten, ook wat luxere noten, macadamia en cashewnoten. En dat geeft gewoon even net net wat meer diepgang in de smaak. Nou, de soep zit erin. Soepshot, nu doen we er eventjes wat room, opgeklopte room, overheen. De room is koud, de soep is lekker warm. Nou, die combinatie, dat contrast, dat proef je straks heel erg goed. Nou, en om de decoratie helemaal af te maken, doe ik er ook nog wat zwarte uienzaadjes overheen. Voor de extra kick, de extra bite. Nou, zo zou je het kunnen opdienen als voorgerecht, zo als amuse. Je had ook een cappuccino kopje kunnen nemen, maar dit is het geworden. Dit is mijn variant op Surinaamse pindasoep. Voor meer filmpjes kijk even op mijn YouTube kanaal Koken met Junien. En daar vind je ook het recept voor dit gerecht.